Wie weet hier in Bergen een protte van Bregen en van alles en wat nog meer? Dan hebben we het natuurlijk over die Bergenster historicus Sjoerd Spiekstra. Ja, de bel docht het. Ja, Sjoerd is thuis. Wat is nou eigenlijk precies een Bregen? Bregen is eigenlijk een verbinding tussen twee walkanten met een veer tussen inleid. Wat zei Sjoerd? Zullen wij eens even bij een paar Bregen zijn hier in Bergen? Ja, dat kan wel. Wat valt er door deze Bregen te zien? En het is er altijd inleid? Ik denk dat in 1960, 1961 is deze dus naar hier inkomen. Die bregen daarvoor, dat weet ik dus al, maar daar stier namelijk het diertal op, dat wie een jontje vijftje, een stielen bregen. Dat wie in de beide ijzeren bregen. Daarvoor wie het dus een houten bregen. We hebben nu naar het zuiden draaien gehad. Ja. Waar hebben we er heen? Naar het zuiden? Naar het zuiden, natuurlijk. Dan doen we dat. Gaan we daar nog heen. Vertel eens even, hoe laat het er hier nog heen, Sjoerd? Oorspronkelijk had je dus een draaihaltlijn. Daarna komt er dus een heeghout. Toen dus een gewone klaarbreg. Toen is dus de rolbregen hier gekomen. Waar gaan we nog heen? Naar welke bregen? Nu gaan we naar de bregen. Die kom ik het allereerst zien in 1543. 1553. 1543. 1543. Ja. Dus dat is al mooi wat je erin liet. 1543. Ja. Door wie je dus al een verbinding nodig. Thomas Trorhinnen, maar dat ja. Is televisie. Ja, dat snap ik. Ja, ja. We hebben dus nu terug in herinneren. Dat is eigenlijk, het, denk ik, het oudste steekje van Bergen. Dit is hem? De oudste verbinding van Bergen. Beskreunde oudste verbinding. Zo maak ik het zeggen. Van nou stappen wij denk ik heel oor door deze bregen heen als van hinnen zoet, hè? Ik hoop het al, ja. Ik bedoel, je laat een heel stuk historie van Bergen laat je dus. Ik wil het vielen. Nou, vielen we het even. Heel voorzichtig geven we het roer. Het vielt wel heel oors. Waar gaan we nou heen? We gaan er nou eigenlijk nog een eindje verderop. Deze veert langs. Hier langs? Wat hebben we hier? Ja, dit hiet dan nog een bregen. Er staat alleen nog 12 maaien. Nou, en deze bregen, waarom zit hij er nog zo vreemd bij? Hij is van onderhoud daar. Er zijn een particulier die hier werken, die had het opgenomen om deze bregen dus te repareren en restaureren, zodat het er weer op zijn plek komen kan. En dit is de bregen van? Nou, van nu 2011, maar hij is dus gebouwd in 2009 en 2010. Nou, Sjoerd, hoe voelt het, jong? Nou, dat weer prachtig. Nou ja, we zullen wel zien wat we ervan maken. Nou, we maken er maar een mooie mix van maken. We maken er een paar leuke dingen van, Sjoerd.